Hey, preview vriendjes. Goeiedag, hier is Johnny met zijn shopvlog weer. Hoe gaat het nu? Met mij gaat alles goed. Ik hoop met jullie ook. Jullie zien me met een tablet in mijn hand staan. Ik heb namelijk iets ontdekt. Ik heb iets ontdekt. Judith heeft iets ontdekt. En dat is boerschappen. Boerschappen is een ondernemingje van allerlei boeren door heel Nederland, waar ze allerlei vruchten, landbouwproducten, van alles, you name it, alles bij elkaar doen. Boerschappen bestaat al sinds 2014 en is landelijk langzamerhand op gang om landelijke bekendheid te krijgen. Wij zijn er per toeval achter gekomen. Ik heb ze vanmiddag of tenminste, ik heb ze van de week even gebeld en nog wat navraag gedaan. We hebben gewoon eens een box besteld. In dit geval was het de instokbox. De instokbox is een specialty van ze. En de instokbox wordt gemaakt, of mede mogelijk gemaakt, door een hele hoop restaurants die gebruik maken van tweede keusproducten. Tweede keusproducten zijn hele goede producten, alleen de vorm wijkt af voor de retailer, zoals een supermarkt of een wat meer gespecialiseerde groenteboer. Maar wat zit er nou in de doos? De doos is behoorlijk zwaar, hij is zeker 10 kilo. En we gaan hem gewoon openmaken en we gaan gewoon ontdekken wat erin zit. Zo. Oh, jullie moeten ook even kijken hoor. Zo. Hij gaat lekker eten. Dat gaan we zeker doen. Ik ga hem gewoon even proberen. Nee, het gaat niet, want hij is een klein beetje vochtig aan de onderkant. We gaan alles er gewoon uithalen, neerleggen. En er zitten minstens 12 verschillende soorten groenten en fruit in. Ga eraan staan. En hoeveel was het? 10 kilo en dan is het 19,50. Maar omdat wij hem thuis laten bezorgen, komt er een bezorgprijs bij. Oké, nou. Dus voor 19,50. 19,50. Hebben we hier gewoon eens even een knoepers van peren. Zullen er waarschijnlijk nog meer komen, want hij zit echt boordevol. We hebben het waarschijnlijk net al even over mijn schoudertje meegekeken. Zal ik hem even voorzichtig? Ik ben er heel slecht in, jongens. Dus. Heerlijke verse druifjes. Kijk. Nou, nu gaan jullie weer terug. Met diezelfde voorzichtigheid. Ze staan weer veilig op de grond. Heel mooi, ga ik even verder. Mooie blauwe druifjes. Oh, een heerlijke, lekkere rode kool. Daar had ik al een tijdje zin in. En hij was op, hè? Ja, ja. Meestal maken we zo'n lekkere grote kool, die snijden we op in vieren, in postjes in de vriezer. En dan hebben we weer een aantal maaltijden. Maar hij was echt op. Dus die hebben we al een paar weken niet gehad. Fijn dat die erbij zit. He, dat maakten ze ons helemaal gelukkig mee. Heerlijke sinaasappeltjes. Ja, die ene ziet er toch echt minder uit dan die andere. Ja. Als u het verschil heeft ontdekt in kwaliteit, ik niet hoor. Platte peterselie. Altijd lekker. Altijd goed natuurlijk. Een trosje bananen. De bananen gaan bij ons altijd in de ochtend bij het ontbijt. Dan hebben we zelfgemaakte krusli. Die hebben we hier staan. Even, net even buiten beeld. Pak ik hem gewoon even bij. Dit is onze zelfgemaakte krusli. Met onze... En weer dicht. Met onze zelfgemaakte yoghurt.
Heerlijk banaantje erbij. Meestal maak ik daar ook nog een appeltje doorheen. En dan is dat ons ontbijtje 's morgens. Oh, kijk eens even wat een mooie krop. Ja, wat is dat? Eikenbladsla? Deze, oh ja, zou kunnen. Ik ben meestal... Of een Lolo Rosso. Een wie? Een Lolo Rosso. Lolo Rosso. Ik vind het net eikenbladsla. Laat mij dat lekker eiken. Lolo Rosso. Vermoed ik. Ik zet hem er gewoon even bij. Champignons. Nou, denkt iedereen dat het zo rechtstreeks uit Frankrijk komen? Ik weet dat uit betrouwbare bron, want we hebben zelf kennissen in de, ja, wat is het? Schimmelvruchten noemen ze het zelf, hè? Die zitten dus niet in de champignons, maar in de... Shiitake. Een hele grote shiitake boerderij. Vroeger waren ze varkens, hadden ze een varkenshouderij. En ja, die is gestopt en de zoons hebben het voorgezet in shiitake. Maar dit zijn dus kastanje champignons. Maar vroeger dat ik nog in Gent met DT woonde, daar zat een champignonboer aan de overkant. Klopt. En ook, hoe heette die oude man ook weer aan de overkant? De Graaf. De Graaf, ja. Fantastische kerel. Kon lezen en schrijven met hem. Alleen verstaan deed ik hem niet. Maar dat was helemaal mijn probleem, hè? Ja, te kleine appeltjes. Ik zie het, te kleine appeltjes. Rooie, wat zal het voor... geen idee, appeltje. We gaan het vanzelf proeven volgende week. We gaan, als we dat weten, kom er even op terug. Dit zijn er 3. 4. Maar ze zien er wel erg lekker uit, hoor. Ja, maar ze gaan... Nee. Nee. Ja, ik moet even ruiken. Ik ben altijd een ruiker. Ja, in die keuken. Mag ik ook niet nemen van u. Ik ga niet zeggen hoe ze smaken. Nee, ga ik niet zeggen. 2 mooie rode uitjes. Iemand die zal niet te zeggen. Nee hoor, dit zijn uien. Kijk, een bietpil je niet zo. Even netjes afvoeren. 2 mooie rode uitjes. Witte kool. Tje. Ja, dit is een klein voor ons. We komen hier uit de koolstreek natuurlijk. Deze box wordt toch ook mede mogelijk gemaakt door allerlei boeren hier uit de omgeving? Ja. Ik begreep uit Amsterdam sowieso. Omdat de in-stock zit eigenlijk in Amsterdam. Dus dat maakt dat je... Meer product uit Amsterdam. En volgens mij hier wel uit de regio, zeg maar. Wat meer noordelijk. Terwijl boerschappen zelf uit het zuiden komt. Ja, die komt uit het zuiden. Ik zou echt aanraden, mensen, kijk even op hun site. Laat je verrassen, laat je inspireren. In deze box zit dan toevallig geen receptenkaart. Alles wat je hier krijgt, kun je naar believen en naar eigen goeddunken indelen en maaltijden van maken. Als je het niet weet, geef het dan aan iemand die het wel weet. Maar... Het zijn zulke mooie, lekkere, harde en verse producten. Heerlijk. Dus doe er wat mee. Maak ook echt enthousiast gebruik ervan. Een groene bloemkool. Oftewel een broccoli natuurlijk. Ik zet hem gewoon even achter, zodat de uitjes nog in zicht blijven. Althans, blijft alles nog in zicht? Ik hou iets erachter hier. Ja, het is... Jullie zijn misschien wat misselijk nu geworden. Hij zit echt boordevol. Want we zijn er nog lang niet in. Ik ben net een klein beetje halverwege, dus... Het is echt een serieuze box. Ja,
Ik zou zeggen, boerschap, doen we. Zeg maar over, ik denk 2 weken vermoed ik, dat we dan alles gegeten hebben. En dan ga ik ook alles laten zien in korte filmpjes, in 1 lange film, wat ik er allemaal van heb gemaakt. Dus dan gaan jullie ook ons ontbijtje zien. Een peen. Dan zou je zeggen, Sinterklaastijd is over. Maar hier kun je hele mooie bouillons van trekken. Je kunt hem in mooie sausen verwerken om echt nog een mooie natuurlijke zoetheid mee te geven. Dus deze vindt gewoon zijn weg hier in deze keuken weer, hoor. Ik zet hem er gewoon even bij. Ik zet hem er gewoon even bij. Wat sta je te lachen? Ja, het is... Moet je voelen. Ja. Mooi hart, Steven. Ja, die is... Ik geloof dat het dan een mannetje is, maar het kan ook een vrouwtje zijn. Vanmorgen is die nog. Wat er met de mis is, dat weet ik nog niet. Nou, misschien omdat het de ene kant is, maar... Ja, hij heeft een kleine beschadiging, zeg maar. Ja. Aan de kant van zijn steeltje, als je heel goed kijkt. En dan zeggen ze wel, er is op in Frankrijk, op die boerenmarktjes, daar vind je gewoon dit soort producten. En iedereen wil die producten. En hier in Nederland zeggen we... Nee, dat willen we niet hebben. Graag willen wij deze producten hebben. Want aan de smaak doet het helemaal totaal niet af. En wat merk je er toch van als we hem opsnijden in een gerecht? Even mooie 5 kantjes van tomaten. Nou kan ik die tomaten best wel ruiken. Maar een tomaat ruik je niet. Ruik maar aan een tomaat. Je ruikt hem niet. Wat je wel ruikt, is de steel. Je kunt wel voelen dat ze heerlijk vers zijn. Ja, je voelt het gewoon. Hé! Hey, ik hoor pompoensoep aankomen. We horen een pompoensoep aankomen. Pompoenwortelsoep. Oh, ga je een deel van de wortel ook gebruiken voor de pompoen? Ja. Zou het mooi zijn? Wel hoor. Oké. Ik hoor een pompoenwortelsoepje. Ik zal hem er niet meer bij zetten. Is je zoon nog wel in beeld? Ja hoor, volgens mij wel, maar dat is het stukje wat ik niet zie. Wat mijn kind eraan in beeld, hè? Er zit wat voor. Oh. Hè? Ja. Oké. 4 kogelruitjes. Als Johnny gaat snijden van de week. Dan heeft hij traantjes langs zijn ogen, hoor. En deze geurt... dat vind ik altijd leuk als ik aan een prei ruik. Vroeger hadden we, waar ik vandaan kwam, hadden we in het voorjaar hadden we prei op het veld. En tegen de zomer hadden we daar altijd de aardbeien op. En ja... Het is een geur van vroeger dus. Weet u waar ik vandaan kom? Mag u het in de comments achterlaten. Hè? En ik heb nog een verrassingszakje. Wat zit er in de zak? Er staat er eentje achter de camera. Wilt u weten wat er in de zak zit? Nee hè? Ga ik het ook niet vertellen? Ga ik zelf kijken. Ik kan in ieder geval even ruimte maken. Ik weet het. Ja, het blijft nog even een verrassing. We houden de verrassing tot het einde, hoor. Dus we hebben een mooie kool. We hebben... En nou vraagt u af... Maar wat hebben we geshopt dan? Wat komt er uit de winkel? Niets! Helemaal niets. De mooie grote pompoen. Voor de pompoensoep. De wortel. Appeltjes hebben we.
Een lekkere grote tros met 6 dikke vette bananen. Een mooie stevige prei. Peterselie. De peren. De druiven. De paprika. 2 types tomaten. Een paar sinaasappeltjes. Dat zou ook lekker zijn, waarschijnlijk in je ontbijt. Dat ook, maar ik doe meestal ook de rode kool stoven met sinaasappelsap. 1 voor de sinaasappel. Of met een eendenborstje. Dat hebben we niet in huis, dat past niet in het budget. Nee, het is wel duur, hè? Ja. Maar goed, ik dwaalde even af. Nou ja, dan hebben we de uien nog. De broccoli. De slade. De paprika. Ben ik al wat vergeten? De 2 champignons, hoor. Of de... En de peertjes. En de peertjes, ja. En waarschijnlijk kunnen we het over 2 weken een keer proberen een andere box. En dat is dan of de comfort of de complete box. En daar zitten dan recepten bij in. Dus meer als een beetje als andere maaltijdboxen. Ik vind hem nu al anders dan de andere boxen. Ik ben er zeer content mee. Ik zeg 2 duimen omhoog. Abonneer, doe dat ook even. Maar... laten we even gaan kijken in Johnny's zakkie. Witlof. En wat heeft Johnny in zijn zakkie? Tadadadada. Het is een nachtschade. Niet witlof dus. Het is niet witlof wat hij in zijn zakkie heeft, maar het is wel een nachtschade. Aardappels. Precies. We hebben een zakkie mooie aardappeltjes gekregen. Nou zie ik Judith daar niet zo blij van staan kijken. Ik ben er wel gek van. Judith is er niet gek van. Maar het gaat gewoon in de maaltijd hoor. Dus het komt goed. Het gaat even goed op hoor. Want ik ben daar vrij... als we rijst eten, eten we pasta. Eten we pasta, eten we ook een aardappel. Om de variatie erin te houden. Ik zeg... nogmaals, 2 duimen omhoog. Vindt u dat ook? Like. En geef ook een duimpje. En ga eventueel naar boerschappen.nl. Ga zeker naar boerschappen.nl. En laat je eigen verrassen. Deze complete uitstalling voor 19,50. Ik vind het geen geld. Tot zo. Ik vind het echt schitterend. Ja, moet je kijken joh, wat een mooie producten. Ik zie weinig probleemgevallen, zeg maar. Ja, ik zie mijn meid alweer komen hoor. Ja, wij gaan lekker eten. Dit wordt een echt heerlijke maaltijd. En die rode kool, daar ben ik echt zeer blij mee. Ja, en ja, ik zie wel meer dingen waar ik erg blij mee ben. Die aardappeltjes. Die sinaasappeltjes. Ja. Het enige zeg maar, want ja, dan zeggen ze dat het supermarkten ze niet willen. Kijk, deze is niet helemaal de vorm van een sinaasappel. Ja, ik... En... deze heeft ook... hij is net te groot. Hij past niet, in de verpakkingen van de supermarkten. Nee. Ik denk dat het enige is. Ik denk dat het is, ja. En ik ga net als mijn man even een druifje stelen. Zonder steeltje dan. Ja, ik vind het dan... Ik ben zwaar onder de indruk, hoor. Ik ben zwaar onder de indruk. Ja. Die druivenboer, die mag blijven. Ja, ik denk dat de rest ook wel mag blijven. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef ook een hel tegen de bel.